Heerboeren is een bedrijf in eigendom van 200 huishoudens, samen 500 monden. En die huishoudens die hebben één keer 2000 euro ingelegd om daarmee eigenaar van dit bedrijf te worden. En die huishoudens hebben zich vervolgens voor 3 jaar lang gecommitteerd aan de afname van het product van wat hier vandaan komt. En dat is een pakket van groenten, fruit, vlees en aardappels. Dit bedrijf kantelt eigenlijk radicaal de hele keten. We hebben zowel groente, fruit als vlees als akkerbouw. Maar bovendien mixen wij onze verschillende bedrijfstakken ook. En zo lopen de kippen onder de boomgaard. Nou, die kippen die vreten daar de net kiemende zaadjes van diverse kruiden. De varkens die gaan nadat de aardappels gerooid zijn de aardappelakker op. En uiteindelijk de koeien die helpen ons hier bij het begrazen natuurlijk van onze natuurterreinen. Zo proberen we alles goed te mixen met elkaar. Wij hebben op dit moment meerdere herenboerderijen in ontwikkeling. En uiteindelijk willen we dat daar boeren opkomen die snappen wat er hier gebeurt. De HAS is hier op dit moment bezig met het uitzetten van een aantal proeven. We doen monitoringsprojecten samen met de HAS met toegepaste biologie. Nou ja, Herenboeren Nederland heeft zelf als doel dat we meer met scholen gaan samenwerken. Zodat daar ook aandacht komt voor de bodem en voor het landschap. En dan is het fijn als zo'n instelling als de HAS daar graag met ons in samenwerkt. Dus ga naar hasheerevent.nl en stem op ons.